YouTube-kanaal. Ik heb een boodschappenshopvlog. Ik krijg daar echt super veel vragen over elke keer. Maar het is niet altijd handig om dat te filmen, omdat de kinderen hebben rondlopen en dergelijke. Maar nu kon het wel een keertje. Ik heb vanmorgen de boodschappen gedaan. Ja, ik laat jullie gewoon zien wat ik kocht voor een week. Dus veel plezier met kijken en doe een duimpje omhoog. Nou, wat misschien wel even handig is om te weten is, ik en mijn man hebben twee kinderen. Dus we zijn een gezin van vier. En daar koop ik dus ook op. Meestal ga ik naar de winkel en dan koop ik van alles wat ik denk op dat moment nodig te hebben. We hebben voor deze week een lijstje gemaakt met wat we per dag gaan eten. Dus dat is wel fijn, dan kan ik wat gerichter boodschappen doen. En ik heb voor 5 dagen in principe, want in het weekend is het altijd een beetje wisselend, zeg maar, wat wij eten. En nog iets, wij halen brood bij mijn schoonouders, die hebben een winkel. En groenten en fruit halen we eigenlijk altijd bij een Turkse winkel hier heel dichtbij. Omdat dat gewoon het allerbeste groenten en fruit is. Ik hou niet van groenten en fruit uit de supermarkt. Vandaar. Dus. Zo, nou, we gaan van de week lekker groentesoep eten. En normaal haal ik altijd honing, maar ik dacht, joh, ik ben nou in de winkel bij de Aldi trouwens, deed ik mijn boodschappen. Dan haal ik het daar gewoon even. Dus dat is echt heel erg goedkoop. Ik weet niet of jullie het handig vinden dat ik de prijzen er gelijk bij noem. Ik zal het maar een beetje wel doen. Want deze soep was volgens mij echt, ja, die was 50 cent. En deze was 1,50. En dat is lasagne. Nou, die koop ik normaal dus ook altijd van een veel duurder merk. Dus dat gaan we eens proberen. Voor beide soep aardappelbroodjes. Nou, die zijn ook altijd super goedkoop. 46 cent. En ik vertelde al een beetje op Instagram dat ik wat meer wil gaan richten op gezond broodbeleg voor mijn kindjes. Dus ik kocht deze. Dit is gewoon pindakaas, een snufje zeezout. Dus gewoon pinda's en zout. En dat kocht ik altijd bij de reformwinkel. Maar nu gaan we deze lekker proberen. En appelstroop kocht ik. En leverworst. Pindakaas was 1,75. De appelstroop die was 1,85. En die leverworst die was 26 cent. Nou, even wat koelproducten. Runder gehakt. 3,38. En cordon bleu. Vinden mijn kinderen echt heel erg lekker. 2,77 was echt een struggle trouwens, want wij eten niet zo heel veel vlees. En als we dan een keer wel vlees eten, mijn man eet helemaal geen vlees, maar als ik en de kinderen dan wel vlees eten, wil ik eigenlijk geen varken. Maar ik kon niks lekkers vinden en ik had een runder gehakt. Ik dacht, nou, cordon bleu vinden ze heel lekker. Oh, over varken gesproken. rookworst. Dat was €1. En deze is, ik weet het uit mijn hoofd, 2,97, want die koop ik tegenwoordig elke week. Zijn gewoon plakken kaas, super handig en lekker op brood. Nou, wat ik dus heel erg lekker vind om als tussendoortje te nemen als ik gewoon een beetje trek heb, zijn nootjes. Ja, weet je, dat is altijd nog beter dan chips of snoep of dat soort dingen. En ik vind het echt heel erg lekker. Boter. Boter. En sukersnaps, die gaan we van de week lekker eten. Dat vinden mijn kinderen ook heel erg lekker. Nou, die sukersnaps waren 1,89. Even kijken. En de nootjes waren 3,50. En de boter 77 cent. Nou, roerbakgroenten, Italiaanse roerbakgroenten voor in de... Oh, wacht. Nee, erwtensoep groentemix. Excuus. Dat was trouwens de verkeerde. Want ja, ik moest gewoon groentesoep, soepgroenten hebben. Nou, ik heb dus een verkeerde gepakt. Maar dat maakt uiteindelijk natuurlijk ook helemaal niks uit. En deze was stamppot aardappelen. Dat was 79 cent. En deze was 1,43. Nou, van de week even lekker boerenkool, 79 cent. Deze is dan wel voor de lasagne en die was €1. Nou, rijstwafels vind ik ook altijd wel lekker als tussendoortje, 36 cent. Nou, dan ook weer voor gezond broodbeleg, 1,99. Dit zijn smeerkaaspuntjes. Ik denk dat mijn kinderen dat ook wel heel erg lekker vinden. Nou ja, en dit is dus iets wat ik heel erg lekker vind. Het zijn gewoon van die volkoren koekjes voor 71 cent. Oh, ik vind dat echt zo lekker. Het is echt meteen. Ja. Nou, dat was het.
Even kijken, in totaal 31,75. Nou, vond ik heel netjes, maar ik moet wel rekenen dat inderdaad groente en fruit, nou ja, groente wel, fruit. Ik hoop dat gewoon wekelijks en dan halen we heel veel mango's vinden mijn kinderen lekker, avocado's, appels en bananen. En kaakjevrucht vinden ze ook heel erg lekker. Nou ja, we kijken een beetje naar het aanbod en dan kopen we daarop. Maar ja, ik vind het wel belangrijk, wij eten best wel veel fruit, dus dat het gewoon goed is. Maar dit was in ieder geval mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je vaker van dit soort shoplogs wil zien. Of andere video's van mij. En heel graag tot de volgende video. Doeg!